Luc Appermond, goedenavond. Op de Kastaags, de allereerste keer. Wat verwacht jij vanavond? Wel, een spetterende show in de eerste plaats, want dat zijn we wel verplicht aan onze kijkers die massaal gestemd hebben op de Kastaags. Het is de eerste editie, dat is natuurlijk altijd een beetje spannend en bang afwachten. Maar wat ik al gezien heb tijdens de repetities is veelbelovend. Dus ik hoop dat dat een mooie traditie is waar alle omroepen uit het land, en dat is ook voor het eerst, allemaal aan het samenwerken. Dat is prachtig. Ik denk niet dat dat in veel landen bestaat. Dus mooi. Want we hebben een verleden met awardshows hier in Vlaanderen. Hè. Hoe belangrijk is dat, denk je? Heel belangrijk. Als je weet dat er Vlaamse programma's in het buitenland met de beste prijzen gaan lopen. Hè. En wij hebben dat zelf niet voor onze eigen mensen. Ja, dat kon toch niet, hè? Dat kon toch niet uitblijven. Dus het werd hoogdringend tijd dat er een erkenning kwam voor het creatief talent in Vlaanderen. Jij gaat vanavond een paar awards uitreiken. Heb je zo iets voorbereid? Ja, we hebben natuurlijk. Ik ben de spreekbuis van de jury. Dus ik heb wel een en ander voorbereid. Ik had geen stemrecht, dus ik kon in de grootste neutraliteit alle juryleden in toom houden. En ik moet eerlijk bekennen, we hebben gediscussieerd, we hebben gestemd, maar het is allemaal heel democratisch verlopen. En we zijn tot een unaniem akkoord gekomen. Dat is ook niet evident bij elke jury. Want ben je tevreden met de shortlist hoe dat die er nu uitziet? Absoluut. Tenminste de shortlisten die wij hebben mogen samenstellen. De kijker heeft gekozen en de kijker heeft altijd gelijk, zeggen ze. Dus ik hoop dat de kijker het ook eens is met wat de jury gekozen heeft.